Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Wat ik nog veel mooier vind, is dat 90%... Meneer Lammers, met welk smoesje hebben ze u hier vanmorgen naartoe gelokt? Nou, mijn vrouw die werd gebeld en die zei van Harry, die moet op Sterhuis komen. En toen dacht ik van, die krijgt misschien een lintje. Die doet veel voor, hij is predikant en hij doet veel voor de Armeniërs en hij is sociaal bezig. En... ja, ik heb wel allerlei dingen gedaan in mijn leven, maar zo belangrijk vond ik dat eigenlijk nooit. En ja, dan komt er af en toe eens een gedachte, want ze zijn toch niet zo gek dat ze mij daarvoor willen hebben. Vanmorgen zei mijn vrouw, je moet toch ook maar een jasje aandoen met een stropdas, want ik ben een truienman en iedereen heeft een jasje aan en dan moet je niet uit de toon vallen. Nou, onderweg hier naartoe kwamen we Harry tegen, toen dacht ik, nou, Harry krijgt een lintje. Toen we hier naartoe liepen, voor het gebouw, toen stond er een deur open in een trouwzaal. En daar werd ik ineens naar binnen getrokken. Ik begon een beetje te dagen, want ik zag Harry niet. Nou ja, en er zitten allerlei mensen in het complot. Ze zijn er misschien al een jaar mee bezig. Maar ik had niks te doen. Eigenlijk niet. Af en toe gaat er een lampje branden. Maar ik zeg van, oh, zo belangrijk is het niet. Dat overkomt mij niet. Toen u als leidster van de kinderclub werd gevraagd de namen van de kinderen te noteren en voor te lezen uit de Bijbel, kwam aan het licht dat u zelf niet kon lezen en schrijven. Lang leeft de koning. Hoera! 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 Ik heb als jonge Almeloer meegelopen in de demonstratie Johnson Moordenaar. En ik heb meegedaan aan de anti-kernraketdemonstratie en andere demonstraties, ook al van de vakbond. Onlangs was ik nog op de tv zeggen de mensen, ik heb zelf niet gezien. Toen ik bij GroenLinks op de Dam stond.
En ja, dat was een paar weken geleden. Dag meneer, waar wacht u op? Op de haven. Er zou hier een haven zijn. Dus ik heb de boot meegenomen, maar er is geen haven. Dat is ook wel zo. Ja. Maar moet die moet toch eerst nog gegraven worden? Ja, maar hij zou er al zijn toch? Dus Almelo is toch een stad van snelheid? Alles gaat toch lekker vlot in Almelo? Ja, dat dacht ik altijd. Volgens mij is het plan klaar. Dus ik zou zeggen, de kraan ervoor, schop erin en haventje graven. De boot is er, dus we kunnen zeilen. Manama,
Hello? Okay, just a second. It's for you. Phenomena. Meneer, kunt u me vertellen wat het doel is van deze culturele dagen? Nou, we hebben meerdere doelen natuurlijk. Het laten zien van Turkse cultuur. We hebben hier mensen die bij elkaar komen. De hele weekend lang zijn ze hier bezig om de Turkse cultuur te laten zien aan mensen die dat ook graag willen gaan zien. We geven zelf ook rondleidingen door de moskee. We begeleiden mensen als ze vragen hebben over onze cultuur en over de cultuur van de moskee ook. We hebben filmpjes over islam zelf. We hebben mensen die daarover presentaties geven. Dus als mensen nieuwsgierig zijn hierover, kunnen ze bij ons hier natuurlijk aankloppen. Onze deuren zijn altijd open voor iedereen. Ze kunnen gewoon langskomen, ze kunnen gewoon vragen. Ze kunnen lekker eten hier, we hebben alles. We hebben thee, we hebben koffie. Kunnen ze lekker langskomen. Ook, we helpen mensen gewoon. Dus, Humanitaire hulporganisatie Nederland is dit. Gevestigd in Amsterdam. Opgericht door de Nederlands-Turkstalige Nederlanders. En we gaan eigenlijk de hele wereld rond om alle hulpbehoeftigen te helpen en steun te bieden. Dat is wat we doen. Alleen maar noodhulp en humanitaire hulp. En we zijn vrijwillig allemaal. We doen het namen onze dagelijkse job, namen onze dagelijkse werkzaamheden. Je moet toch een steentje bijdragen aan de maatschappij, zou ik zeggen. Dus dat is wat we proberen via humanitaire hulp. Maakt u een foto? Of video? Nee. Dat gebruik je dan tijdens bidden. Kijk, ik
wider is niet iets van. Hallo Staal, vertel eens iets over uzelf. Nou, ik woon al enige tijd in Enschede. Ik heb daar op de AKI gezeten. Ik heb de sculptuurafdeling gedaan. Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd en sindsdien werk ik zelfstandig als kunstenaar. Nou, mijn werk gaat over de antropologische context waarbinnen mensen leven. Dus ik ben heel erg bezig met wat bouwen wij op deze wereld en wat dragen we, wat maken we allemaal. En die elementen voeg ik allemaal samen en daar heb ik deze installatie over gemaakt. Ik zie daar overhemden en streepjes. Heeft dat een betekenis? De kleuren en de vormen zijn juist allemaal een beetje door elkaar, omdat de wereld ook allemaal door elkaar is. Er zitten ook een aantal kubussen tussen en een kledingstuk gemaakt van beton. Dus zo de gebouwen die we maken, de kleding die wij dragen, laat heel erg zien wat onze cultuur is. Die is hier heel anders dan ergens anders. Daar dragen mensen ook andere dingen. En ik heb juist geprobeerd daarin de diversiteit aan te geven. En bakstenen zie ik. En iets met ramen erin, dat is gebouwen? Ja, de kubussen die tegenwoordig eigenlijk een beetje de bouwvormen, alleen in heel simplistisch gemaakt. Dus de bouwblokken waar je als kind mee leert bouwen. Een beetje van dat idee ben ik uitgegaan en daar heb ik verschillende elementen gebruikt, waardoor sommige ook van beton zijn, andere zitten ramen in. Dus ja, zo gaat het een beetje door elkaar. En hoe lang blijft deze expositie hier? 14 juli kom ik alles weer ophalen. Dus tot die tijd is het hier. Ik wens je veel succes. Dank je wel. Rafi, Ansik, Yaptoran. Rafi, Ansik ve Noren Hazarabi. Laf, Hima Noren, Bizik. Popokuçun, Masrihti, Hay Arakela Gane, Gereço, Vartuçan, Gome. Populair is de roeisport? Dat wisselt nogal. Onder studenten is het een ontzettend populaire sport. Onder de bevolking van een Twente, wat niet zoveel met water heeft, is het nog niet zo heel bekend. Dus we kunnen nog voldoende leden gebruiken. De faciliteiten zijn er. Dus laat ze maar komen. En het water komt terug in de binnenstad van Almelo. Ja, dat is op zich hartstikke mooi, hè? Want wij kunnen vanaf hier makkelijk naar Almelo roeien. Dus dat doen we ook wel eens regelmatig. En dan kunnen we daar lekker op het terrasje en dan weer terug, hè? Langs het weer is het best druk met mensen die geïnteresseerd zijn. Dus, En wij zijn er. Ja, en jullie zijn er ook. Dus, we zijn druk bezig. We hebben een jeugdcompetitie gestart voor de scholen. De Students Against the Teachers. Dus dan leiden we de mensen en de leraren, dus de kinderen uit de klas. 6 keer gaan ze dan, krijgen ze oefening in de boot en dan gaan ze een wedstrijd tegen elkaar varen. Dus dat is ook een initiatief dat we ontplooien dit jaar voor het eerst. Dus we gaan kijken hoe dat afloopt. Ja.
En dan maar hopen dat het dermate interessant is voor de jeugd dat ze zeggen van, hey, we blijven erbij. Jazeker. Ja, en dat doen we natuurlijk alles aan. Ik bedoel, we zijn ook niet gebonden hier aan het Twentekanaal alleen, want er worden heel veel wedstrijden georganiseerd landelijk. En je kunt heel veel verschillende dingen doen ook, want je ziet hier nu de grotere boten. We hebben dus ook smallere boten. We zijn bezig om de Elfstedentocht voor te bereiden, daar doen we ook aan mee. In estafettevorm. En ja, je kunt zelfs roeivakanties organiseren als je wilt. Dus ook alles gedaan. Ja. Met andere woorden, jullie doen er alles aan om die roeisport zo goed mogelijk te promoten. Jazeker. Ja, we doen ons best. Ja. Succes. Dank je wel. Wat maakt de roeisport zoveel bijzonderder dan andere sporten? Kan je daar iets over vertellen? Nou, roeien kun je eigenlijk je hele leven doen. Vanaf je 12e tot je 80e. Dat is wel een heel bijzonder iets van het roeisport. Het is een hele sport die je ook kunt beoefenen als je blessures een andere sport hebt opgelopen. Stel voor dat je niet meer kan, even met je knieën, niet meer goed kan springen. Met volleyballen, met basketballen of met voetballen iets aan de hand is. Je kunt altijd roeien. En het is verder een heerlijke sport om in competitieverband te doen. Of gewoon voor de lol. Gewoon lekker op het water. De jeugdafdeling begon heel klein te worden, want er waren nog maar een paar jeugdleden. En we wilden er meer, want we vinden dat eigenlijk elke vereniging hoort ook een goede jeugdafdeling te hebben. En vorig jaar zijn we ermee begonnen. En dat begint aardig te lopen. We hebben nu alweer 12 tot 15 jeugdleden. Je wordt goed opgeleid als je bij ons komt roeien. Krijg je training en opleiding door ervaren instructeurs. Zodat je ook veilig het water op kan, want het moet wel veilig blijven. In ieder geval bedankt voor dit interview. Heel goed, graag gedaan. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Hoe geef jij vrijheid door?